50 mobiliteit. Twee volle tribunes in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg, waar woensdagavond 11 lijsttrekkers met elkaar in debat gingen. De politici discussieerden over 4 thema's: economie versus ecologie, mobiliteit, krimp en het provinciebestuur. Ik heb het idee dat we allemaal wel een punt hebben kunnen maken. Het was wel een levendig debat. Het was een vruchtbare avond en vooral ook een spontane avond. Geloof dit niet, maar wat je wel kan geloven is... Let hem op. Op de tribune zaten veel jongeren. Zij lieten ook een kritisch geluid horen. Ja, het ging vooral over het verleden. Je leerde niet echt veel over het heden. Anderen vonden dat het deze avond wel erg ging om stemmen winnen. Ja, het is natuurlijk verkiezingstijd en iedere partij die probeert zich zo goed mogelijk te profileren. Ik had een voorkeur voor de VVD, maar toen ik dat hoorde over de privéklinieken, dan dacht ik echt aan mijn oma. En ik dacht, dat kan zij echt nooit betalen. Dat is niet geschikt voor haar. Het moet sociaal blijven, voor iedereen toegankelijk. Ik ga met het gevoel weg dat ik toch nog eens heel goed moet nadenken over wat ik precies wil en over wat de standpunten van de partij nou zijn. En nu maar afwachten wat Zeeland stemt op 2 maart.